Wij zijn onderweg met de boer ontoer samen met de paardjes. Die kan je daar zien. Zijn wij onderweg naar Amsterdam, naar Kinky Kappers, toch? Nou, naar een reclamecampagne voor Kinky Kappers. Ja, want Blondie gaat daarin spelen, dat is wel echt heel gaaf. Verona hebben we meegenomen omdat Blondie dan wat rustiger is. Wij gaan onderweg. En we zijn inmiddels in Amsterdam. Hier wordt even een boompje open gedaan, want we zijn nu hier. Tadaa! De paardjes staan nog rustiger in. En dan gaan we zo naar... Oh, ja, daar filmen. Kijk daar! Laat ik zo nog wel beter zien. Nou, Blondie is op de filmset, samen met Tess. Jongens, een hele andere omgeving. Het leven is ineens heel anders. Wat gaat hier zo? Hoe zit de kruin op de hoofd? Ik wil een wild rookhuis, maar we hebben wat weinig ruimte hier. Dus dat doen we maar even niet. We zijn nu bij Kinky Kappers en ze hebben gevraagd of we bij Blondie de pony een pony mogen knippen. Dus bij Blondie wordt de pony geknipt. En wat vindt Tessa daarvan? Ik vind het helemaal mooi. Helemaal mooi. Dus nu komt de kapper. Kijk, daar is de kapper. En die gaat daadwerkelijk de pony knippen. Je zal hem iets meer aan moeten raken, denk ik. Ja, precies. Anders vindt ze je een beetje gek. niet schrikken, want dan schrikt zij. Oh, rustig aan, moppie. Alles is oké. Dus eider maar gewoon. Alles is oké, moppie. Precies. Hey. Gewoon rustige bewegingen en dan komt het allemaal goed. Moppie, rustig aan, hè? Komt allemaal goed. De kapper moet nog even wennen aan... Hoe heet je eigenlijk? Kasper. Kasper moet nog even wennen aan... Precies. Helemaal, ik ben wel lekker aan je, hoor. Oh, meteen. Komt maar. Hey. Wacht, oké, hoor. Voor. Kijk eens. Girls. Ziet het toch wel heel goed uit? Is nu meesterwerk. Kom maar. Nou, had je het goed gedaan. Heb je erop? Genoeg, klaar. De fotoshoot wordt nu opgezet. Dus er moeten allerlei proefdingen genomen worden. Het gaat niet zoals bij ons. Klik klaar. Hier gaat gewoon ruim de tijd overheen. Er zijn ook heel veel apparaten zoals je ziet. Dat is wel heel gaaf om een keer mee te maken. Alsof je het paard al aan ziet komen, dan kijk je even deze kant op. En dan met je hoofd stilhouden. En dan kijken, dan moeten wij dus kijken dat het licht. Dus misschien alleen met je ogen. Je houdt je hoofd recht en je doet het alleen met je ogen. Dus. Ja. Hij kan ook de andere kant op kijken. Of de andere kant? Ja, probeer even deze. Misschien even aan profiel dat je een kwartslag draait. Ik ga precies andersom draaien. Oh, sorry. Je benen. Ja. Zo fantastisch dit, hè? Ja, even achter Wout stil staan. We zien de paard, zeg maar, gewoon in de achtergrond. Ja. Alsof je vrij en Wout, jij kijkt gewoon in de camera. Je bent nog aan het draaien, hè, Thomas? Ja, nu niet. Oké. Okay. Wachten we even. Zorg even dat. Want dan kan jij lekker voor naar achteren bewegen en dan kan hij het scherp. Ja, Tess, dit is perfect. Eén stapje naar links, Tess. Naar links.
Ja, zo zien we jou niet, maar het paard wel. Mag je wat voelen? Je mag lekker zitten. Ja, komt, ja. Camera loopt. En Wout, even naar voren, naar de camera. Naar voren? Met je gezicht. Ja, met je gezicht gewoon, ja zo. En dan kijk je even achterom. Grappig, ja. Nog een keer, nog een paar keer. Die, zo'n soort dingetjes. Even naar achter, andere schouder misschien. Ah, wat nou? Kom. Als je je hand aan de zijkant houdt, wordt het makkelijker. Ja, deze kunnen we beter maar achterlaten. Hè? 24 moet je staan. Zo. Ja, oké. Blijf een paar. Ik kan hier een heel klein beetje dichterbij komen. Stapje naar voren, Tess. Dit, ja. Dit is wel leuk hoor. Iets, mag ik een klein stapje naar achteren? Draai je dit? Ik ga nu ik loop nu. Maar van jij het gewoon scherp? Ja. Dank je, Tess. Zo. Hoe kunnen we het? Wat wil je? Als je aangeeft wat je wil, dan kan ik iets doen. Ja, dit is al goed. Zo? Dit is al goed, dit is goed. Oké, hou hem vast, Hé, hey, Blondie! Net in het midden was mooi, hè? Ja, net hadden we hem. Kunnen we nog meer proberen? Dat was wel echt heel mooi. Ja, dit. En dan proberen zo lang mogelijk vast te houden. Van voor. Kan ze iets meer naar voor? Deze kant met het gezicht niet lopen hoor. Gewoon met het gezicht. Ja, met het gezicht. Ja. Dit gaat goed. Ja, perfect. Dit houden we vast. Pony. Goed, nu komt model erbij, jongens. Alright, gaan we even met Wout doen? Eerst het wide shot of eerst het... Nee, doe maar... Ja, dit is ook wel leuk. Kun je dit ook draaien? Sorry, man. Perfect. Wout, kijk in de camera. Ietsje lager misschien, Wout. Dat je pony's gelijk hetzelfde zijn. Pony? En als jij van onder komt, die bouw ik even naar beneden, misschien een klein stukje en dan in één keer. Verder. Kijk naar hem en actie. Pony? Leuk! Deze doen we nog een keer. Dan ga ik hem even recht voor de stal zetten. Ja, wat meer oortjes naar boven. Ja, die snuit erover, maar het is wel mooi hoor. Ja. Gaan we naar beneden, Wout? Misschien is dat een seconde nog. Oh, wacht. Hallo? Oké, je hand weg. En actie. Pony. Blijf maar boven, want anders is het een beetje te warm. Ik ga het niet vaak. Ja. Wat kunnen we meer? Maar wacht even, want we willen van Wout in. Ja, precies. Ja. Maar je hebt wel een nieuwe vriendin gemaakt. Ja, zeker. Zo, we gaan van video over naar foto. En daar komt dus gewoon een hele andere set gelijk weer bij. Yeah. En wil je dat ze naar voren kijkt met haar oren? Het is wel het mooist voor de foto. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus krijg je van die ezeloren. Nou, meer te relaxed. Kom maar. Meisje. Goed zo, kom maar. Tof, als ze bijna dezelfde hoogte zitten qua pony. Ja, nee, precies. Dus dat wil ik proberen. Ja. Oké. Doe maar zachtjes naar je toe, ja. 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 Kom maar, een hele statige. Jij zo, ja, daar. En je hand, ja. Goed.
Oh. Jij moet iets of jij iets erachter. Ja, dat kan ook. Jij iets erachter. Ja, kan. Jammer. Ze mag naar achter Tessa stappen. Gewoon een heel klein stukje. En anders doen we het licht naar voren. Goed, ja, zo, kom maar. Kijk uit, je bent in beeld. Je bent, ja. Probeer maar even met je. Even hier gaan staan en dan een beetje bewegen. Oké, ja, handen, kan dat. Uithalen. Rust. Zen. Oké, nu. Ik ben blij. Mooi. Prachtig. Prachtig. Het zit er op. Blondie die is lekker aan het eten. Vroon deed net een beetje raar, want die werd helemaal gek van dat ze Blondie niet kon zien. Maar het is, als het goed is, allemaal gelukt. Er zijn allemaal super mooie foto's gemaakt van Blondie. En hoe heet die nou? Van Dinges. Wouter. En van Wouter. Naturel. Topmodel. Ah, lief. Creatief. Pony? Oh, honey. Long. Leer. Kort. Queer. We don't care what, just follow your gut. Dus die ruimt nog even spulletjes op. En dan gaan we weg. Ja, we zijn onderweg naar stal. De paardjes staan daar. We zijn op de snelweg, dus dan is Veron sowieso een stuk rustiger, waardoor ze ook een heel stuk rustiger staan. Op de manege gaan we het wagentje schoonmaken en even opruimen en daarna gaan we naar Pest toe en gaan we het wagentje weer inleveren. En toen zaten onze avontuur al weer erop met dit wagentje. Ik ben super blij dat we dit hebben mogen lenen. We hebben er echt heel veel plezier van gehad. De paarden hebben er plezier van gehad. We hebben er echt iets aan gehad ook. De Boer Horse Trucks, heel erg bedankt dat jullie deze aan ons hebben uitgeleend. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal als je meer van dit soort video's wilt zien. En zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!